Het is natuurlijk dat theatrale. Je komt beneden heel donker binnen. Door die donkere, beetje verstopte deur. Alsof het een geheime gokclub of een geheim bordeel betreft. Hè. Je moet binnengelaten worden. En dan kom je boven en dan gaat de deur open en dan zie je dit. Ja, dat is toch, dat kun je je niet voorstellen als je beneden uit je auto gekomen bent. Een beetje theater zorgt er ook voor dat je saamhorigheid hebt. Een gebouw moet een soort hart hebben, een soort karakter. Nou, daar gaat het werk wel over, om niet je eigen agenda voorop te stellen, maar te kijken of je iets kan maken wat heel genereus is, wat heel mensen een lekker gevoel kan geven. Sinds Felix Klaus en Kees Kahn started collaborating in 1988, they have created several hundred projects, from small private villas to the fruition of complete urban plans. Klaus and Kahn architects are well known for their minimalistic sobriety and conceptual approach. The Netherlands Forensic Institute, located in The Hague, where crime scene evidence is analyzed, is a good example of their style of thinking. Het idee was om een heel sterk icoon te maken, één gebouw waarin dit instituut goed zichtbaar werd. Vandaar ook de keuze voor deze locatie aan de snelweg. En je wil eigenlijk bij zo'n instituut dan ook laten zien wat er gebeurt zonder dat je eigenlijk de details daarvan prijsgeeft, want dat kan natuurlijk niet. Je ziet daar die docking stations, die zwarte slurven die uitsteken. En dat zijn er dus drie. De eerste is de langste, want daar kan een lijkwagen in. Dus die is om lichamen af te leveren. De tweede die is om alle andere bewijsmaterialen af te geven. Dus die worden daar als het ware ingecheckt. Alles wordt geregistreerd. Het wordt ook allemaal, als het door het gebouw zich verplaatst, door een computer gevolgd. Dus er komt een chip op. En het is altijd bekend waar iets is. En achterin komen de materialen het gebouw binnen. Zeg maar kroketten en papier en pennen, en dat, want dat heeft het ook. Maar dat is allemaal gescheiden. Want het mag natuurlijk niet door elkaar gaan lopen. We hebben geprobeerd om ervoor te zorgen dat je nog niets van de rest van het gebouw ziet. Maar je voelt het wel. Dus we hebben deze patio met water gevuld, waardoor er licht reflecteert hier naar binnen. Want je zit hier vrij diep in het gebouw. De roltrappen die hebben we ingepakt in een buis om te maken dat je de volgende ruimte nog niet ziet. En daar gaat dit gebouw over. Het gaat erover het uit elkaar halen van verschillende sferen. Ook hier geldt nog steeds dat we vanuit deze ruimte niet de patio's heel direct inkijken en niet in de kantoren kijken waar mensen zitten te werken. Dus we geven nog steeds niet, als het ware, weg wat er zich verder in het gebouw afspeelt. Hier voel je heel goed waarom het gebouw is zoals het is en waarom het hier staat. Die horizontale uitsnede van het landschap, die werkt heel mooi met die autootjes die voorbij komen in dat beeld. En andersom, als je met de auto het gebouw passeert, heb je hetzelfde effect. Je ziet het gebouw, het is transparant, je kijkt naar binnen, maar je ziet niks. Dus vice versa is er een hele bijzondere relatie. Een soort doof-stomme relatie, zeg maar. Veel mensen kunnen natuurlijk dat NFI nooit van binnen zien. En die zeggen alleen maar, nou, het is natuurlijk wel heel mooi en scherp gemaakt, maar het is toch wel een beetje een simpel gebouw, zeg. Het is, hè, vaak wordt er over ons werk gezegd, ja, het zijn maar een paar dozen. Hè, wel mooi gemaakt en het, hè, goede details, maar ja, we hebben weer zo'n doos van Klaus en Kahn. Maar het gaat er natuurlijk om dat je het geld heel, het is natuurlijk altijd weinig geld, dat je dat zodanig inzet dat het een optimaal effect kan hebben. Niet alleen dat het er heel minimalistisch uitziet, maar dat het ook heel rijk is. En daar gaat het natuurlijk om. While sometimes expressive, but often minimalistic, luxury can be found in the details of Klaus and Kahn's work. Wat heel belangrijk is in prefab beton, is het naderverloop. Omdat dat heel veel aan de uitdrukking meedoet.
Wat ik ook heel interessant vind, is dat het een bepaald soort spel met geometrie heeft. Dat het mooi van verhouding is. En ik vind het ook nog eens een keer heel stoer dat de gevel draagt. Want het rare van dit gebouw is dat dus dit, de gevel, ook constructief is. Dus de ruimte binnen is helemaal vrij. Dit project gaat alleen maar over hoe simpel kun je een gebouw maken met die grote elementen die op elkaar zijn gestapeld. En hoe kun je vermijden dat er op de bouw fouten worden gemaakt. Want dit gebouw is helemaal geprefabriceerd. Dit gebouw gaat er ook over wat is een lekkere hoogtemaat. Deze verdieping is 4 meter hoog. Het voelt gewoon lekker. Dit project gaat ook over hoe moet je met kleur omgaan. Hoe kun je iets rustig maken, want het is 1 kleur. Alles overgedimensioneerd, tot en met de trap, alles is anders dan je verwacht. Terwijl het er gewoon uitziet. En dat maakt het heel bijzonder. Dat is echt wat het, vind ik, zijn identiteit verleent. Kijk, dat het een gebouw er ook nog uitziet, dat is eigenlijk een bijverschijnsel. Maar het gaat natuurlijk, je krijgt een opdracht van iemand die een gebouw nodig heeft omdat er iets moet gebeuren. Het gaat om, er is een functie, het gaat over honderden mensen die moeten wonen of werken. Of leren of slapen. Of... Dat is de opgave. Die veeg is raar, hè? Er zit zo'n soort veeg in. Oh, maar het is wel mooi. En het rare is dat in de 20e eeuw de architectuur zich helemaal losgemaakt heeft daarvan. En dat het een soort uiting, een persoonlijke uiting geworden is. Dat is eigenlijk heel jammer.